הגרים נשמתך לכל פעם לפני. Op deze plaats heb ik mij onder het stof gewenteld. Kort na mijn geboorte heb ik de wereld verlaten. Met mij is dit huis des levens ingewijd. Met deze tekst op de grafsteen van de kleine Joodse Jozef werd in 1614 de Portugees-Israëlitische begraafplaats Bet Chaim in Ouderkerk een feit. Opgejaagd door de Spaanse Inquisitie vluchtten vanaf 1593 Sefardische Joden, onder andere naar Nederland, om hier in vrijheid hun geloof te belijden en uiteindelijk ook te sterven. Maar aangezien Amsterdam geen Joodse begraafplaats in de stad wilde, week men uit naar het landelijke Ouderkerk. Onder andere via de rivier de Bullewijk konden overledenen naar Bet Chaim gebracht worden. In het statige Rodiamentoshuis werden en worden de 7 rituele rondgangen om de kist gemaakt voordat de overledene naar het graf gaat. Al ruim 400 jaar worden leden van de Amsterdamse Portugees-Joodse gemeente op Bet Chaim begraven. Ongeveer 30.000 nakomelingen van deze Portugese Joden hebben hier op Bet Chaim hun laatste rustplaats gevonden. Wandelend over Bet Chaim valt op dat er zo min mogelijk aan de oude graven is veranderd. Want de Joodse wet schrijft voor dat een overledene in de aarde eeuwige rust moet hebben, wachtend op de Messias voor wederopstanding. Ja, gerief nicht mal der Schade, kann man nicht mehr. Mit Kamel, die wir haben, aber hat nur.